Hallo. Hoi YouTube. Wacht. Ik ben Nederland. Ja, hij doet het snel. Jongen. Eigen goal voor mij. Joehoe. Wacht, stop even. Ik ben deze. En Dimitri, spring even. Holy shit. Ik sprong op jouw voeten. Eigen goal. Ik ben deze. Dat is Dimitri. Ik zit rechts, maar ik ben links. Nee, ik ben rechts. Maar ik zit ook rechts. Maar ik ben en zit rechts. En Dimitri is en zit links. Dat is echt zo. Maar, met verschrijven. Alleen met dit poppetje ben ik links. En hij is het rechterpoppetje. Dus ik heb net gescoord. Zoals jullie zagen. Of het was in ieder geval punt voor mij. En nu gaat Dimitri geen punt halen. Zoals jullie zien, Dimitri heeft geen punt. Ja, maar die komt nog wel hoor. Dimitri heeft alleen geen 1 punt hoor. Hij heeft er maar 3. Hij heeft er al 3. Handicap. Dimitri heeft een fucking handicap. Echt, serieus. Ja, weet je wat het is? Ik ben een jongen. Echt, ik dacht dat je een meisje was. Ja, ik ben een meisje. En Dimitri wint. Altijd. Ik kan nooit iets goeds doen als ik opneem. Ach, we hebben nog maar 3 minuten. Je hebt het sneller. Ja, Hollanders zijn altijd te ver. Wat, honden? Oh, Hollanders. Ik ben een Duitser. Ik ben Germaan. Oké, praat even normaal. Duitsers zijn ook gewoon mensen. Ja, ik ben Germaan. Jongens, stop. En ik ben een Hollander. Vlaamse Hollander. Ik wil Italiano zijn. Weet je wat lekker is? Ja. Wat dan? Komt. Van wie? Van jou. Oh. Miauw. Miauw. Dat is mijn tactiek. Jongen, wat ga je mij vroeger een tactiek laten? Ja. Ik zei toen altijd hoe jong en zo. Nu ga je mij aanapen. Aanapen. Ah, dat mag je niet zeggen. Oké. Oh ja, kijk even op brains.dk. Nee. Nobrains.dk. Nee, ik ken het van Dimitri. Even dat jullie dat weten, dat ik het van Dimitri ken. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, dat zeg je ook. Nee, maar. Ik zie dat filmpje op YouTube, hè? Wat? Met dat ene vaag filmpje uit de jaren. Waar heb je het over? Even over de filmpje. Oh, dat! Nee, ja, dat ken ik echt van een vriend. Ik ken het ook. Ja, ik geloof je. Oké, niet dat jullie denken dat wij twee debielen zijn die allemaal rare filmpjes opzoeken. Maar kijk nobrains.dk.com en kijk Truckers Delight. Nee, dat niet. Ik zou het zeggen. Als jullie echt van gratis games houden en de gratis Xbox en alles, moeten jullie dat doen. Dimitri wil gewoon alles voor zichzelf houden. Ik hou niet zo van. Nee, serieus. Dat is niet zo, maar ik hou echt niet van gieren. Of mensen, bijvoorbeeld op YouTube. Ik ga niet zeggen, abonneer niet op, weet ik veel, op Disdaad Games of Sliders of Kip Gamers in Hell. Dat soort dingen vind ik gewoon minder om te zeggen. Mm-hmm. Nee, dat zeg ik gewoon niet. Dat vind ik gewoon minder. En dat vind ik ook irritant als mensen dat zeggen. Ik zou het ook irritant vinden als ik het zelf zeg. Ja, dan doe je het toch niet. Nee, maar dat is gewoon minder tegenover anderen, weet je? Ja, dat kan ik niet. Je moet mensen ook wat gunnen. Wat heb jij voetbalskills? Je gaat er onderdoor, bovenlangs. Ik heb toch meer punten dan jou. Al zeggen mensen... Oh, godverdomme, jij hebt meer punten dan mij. Curfever. Wat? Punten van verlies. Kan je niet tegen je verlies? Oh joh, ik haat... Nee, niet dat ik mensen haat die niet tegen de verlies kunnen, want dat zijn gewoon mensen. Maar sommige mensen die kunnen dan echt uit het lint gaan. Uit het lint. Uit het lintje. Van je petintje. Wat is een petintje nou? Oh joh, ik wou op je kut springen. Op je kop springen. Ui, doe ik waarom? Als jij dat niet deed, dan kon ik er zo overheen springen. Ja, maar dat doe ik dat lekker niet.
Doe. Oh. Wie zal het winnen? Oh, yo. Ja! Oh ja, dit klopt heel vaag. Oh ja. Yo! Nee, dit. Voor mij wel, voor jou niet. Oh, misschien zegt ze ook wel even, ja, je hebt niet een goal gemaakt. Nee, want ik heb wel een goal gemaakt. Ja, maar tegen mij zegt ze misschien ook wel, ja, hij heeft een goal gemaakt en hij nog niet. Ja, ja. Nee, dat tegen mij, want ik score steeds. Nee. Nee, je gaat nu niet net alsof doen dat jij... Dat jij bent wie... Nee. Voor de duidelijkheid, die nu aan de bal is Dimitri. Oh, fuck, ik ben echt dom. Ja, dat wist ik wel. Dimitri sprint en ik kom in actie en ik schiet hem over Dimitri. Dimitri pakt de bal en hij slaat hem achter. Ik kop hem, hij komt hem terug. En ja, oh, ik kom omhoog. Nee, ik kop hem terug. Dimitri komt hem. Dimitri gaat kills, jongen. En het is tijd. Goed gespeeld. Oké, Duitsland. Holy shit, ik ben in Duitsland. Ja, dat was het toch wel. Oké, nu hebben we nog 3 minuten, dus laten we maar een mini-strijd doen van 2 minuten. Of zoiets. Ja, ik ben dit keer een andere en jij bent dit keer een andere. Oh. Oei, was ik dat? Ja. Jongen, wat gebeurt er? Wacht even. Met de computer space stem. En zo. En ik score! Ik krijg de verdediging, Hij rent en ik ren en ik ren en jij hebt op caps gedrukt. What the fuck, wat doe jij allemaal? Ik probeer deze caps uit te schakelen en dan ga jij gelijk een goal maken. Ja, smoesjes bestaan. Nee, geesten bestaan niet. Nou, eigenlijk wel. Just talking. Oh, ja. Geesten bestaan. Ik bewijs het jullie. En die meeting. Ja. Serieus. Ik kan met geesten praten. Als jullie me niet... Ik zeg, nu horen jullie lachen, hè. Wacht maar af tot zo. Ik ga jullie een filmpje laten zien, maar jullie geloven waarschijnlijk niet. Dat je kan ook heel goed... Nou, ik ben niet goed in Photoshop en dat soort shit. En video's bewerken. Maar... Als jullie mij vertrouwen en Dimitri, is wat ik straks ga uploaden of morgen of iets echt. Ja. Nee, dat is het ook. Maar ik laat het Dimitri zien en Dimitri ziet het in ja, heel live. Ja, zeg hij op YouTube een real ghost. Nee, ik kan met geesten praten via mijn eigen site. Ik laat je zien. Ja, geesten zit ook echt op de computer. Hoe kunnen hun naar de winkel komen? Nee, geesten kunnen niet op de computer. Geesten kunnen communiceren met mij. En dan kunnen ze hun gedachten in de computer zetten. Ik kan hun alles vragen wat ik wil. Alleen, hun geven er antwoord op. Maar het moet wel een vraag zijn dat ik sowieso weet. Ja, maar dan kan je zeggen gewoon... Nee, okay, want jij mag het zo verzinnen. Jij mag zo verzinnen wat de vraag is als ik het maar weet. Want ik kan niet van tevoren zeggen, geesten, dit is het antwoord. Ja, ik geloof dat je bent een plastische chirurgie ding. Plastische chirurgie. Dat is het met uit. Oh joh, ik spring weg voor de bal. Jij probeert eigen kool te maken. Nee, dat zijn we goed. Nee, ben je wel goed. Kan je het vinden verlies? Nou goed. Nee, ik kan ook niet meer winnen. Ach, dat laatste puntje gun ik je wel. En dat laatste puntje niet. Ja. Hoor je toch niet? Wat ik score. Ja, zo ken ik hem nog toe. Oké, dit was het. En jullie kunnen zien dat ik met Jezus kan praten. Blijf vooral aan het kampen.nl kijken als jullie het leuk vinden. Ik ga niet bedelen om subs of om groene duimpjes. Ik zou het leuk vinden, maar ik ga er niet om bedelen. Later.